Zeg kinderen, is het gedaan met de tegenfilms? Ik wil graag het nieuws zien. Oh, papa, nee, niet nu. Net nu het spannend wordt en we hebben pas vijf afleveringen gezien. Dat was opwarming. Nu pas beginnen, dacht. Ehm, uh, sorry. Maar dat gaat te ver. Vijf afleveringen is te weinig? Nee, nee, we schakelen over naar het nieuws. Nu. Oh nee, papa, niet doen. Niet omschakelen. Oh. Kom, mama, we gaan naar boven. Ja, daar kunnen we misschien wat spelen. Papa, je bent gemeen. Ja, dat is toch mega saai zo, niet eerlijk? En op dit moment was er gezocht naar deze vrouw, hier op de foto. Ze heeft in Playmobil City bij meerdere huizen ingebroken en heeft haar kinderen laten schrikken. Heeft hij zich verkleed of zo? Ah, maar, maar zie je dat? Is dat niet. Ja! Dat is Molly! Ja, inderdaad, wat doet hij op tv bij het nieuws? Ze wordt gezocht. Oh, man. Oh, man. die wordt inderdaad gezocht door de politie. Mm hmm. Papa, papa, we kennen die, we kennen die. Wat? Ach, onzin, bij ons was het toch niet ingebroken? Dat had ik wel gemerkt. Maar jawel, papa, ze heeft niet ingebroken. Nou ja, eigenlijk ook wel. Dat is Molly, een monster of een geest of geen idee eigenlijk. Ze wilde ons laten schrikken en dat is ook gelukt. Ja, precies. En ze zat dan onder mijn bed en daar liet ze me dan steeds schrikken, het was heel eng. Nee, kinderen, sorry. Ik schakel niet terug naar de tekenfilms. Dit is geen reden om het nieuws af te zetten. Nee, nee, ik geloof er niets van. Geesten. Monsters. Hier in ons huis. Dat had ik wel geweten. Enige monster hier is mama, als ze niet ontbeten heeft. Oh, prima, als je ons niet gelooft, laat maar. Ja, jammer dan. Wij gaan. Doei. Dat is wel raar. Molly wordt nu gezocht. Ze was blijkbaar niet enkel bij ons. Oh, wat doen we nu? Moeten we helpen? Tuurlijk. We moeten ze bij de politie inlichten, tuurlijk. Hmm. ik weet het niet. Misschien komen we dan weer met. Dan komt ze hier weer met een monstergang. en Ja, ik ben monsters nu. Het is wat riskant. Hmm. Jullie, we moeten iets doen. Ze is echt slecht en gemeen. En ik ken alle monsters van de monsterschool. En zij is de ergste van allemaal. oké. Huh? Oké, okay. okay. Emma. Ik snap je niet helemaal met die monterschool en zo, maar misschien moeten we toch naar de politie toe. Je hebt gelijk. Kom op, we gaan. Papa, Emma en ik gaan even naar buiten, oké? Okay? Ja, ja, eindelijk! Raak! Hoor je dat, Emma? Hij vindt het goed. Ik geloof papa is blij als we weg zijn. Ja, we zijn al weg, papa, daag! Oh, top! Eindelijk, yes! Huh, was dat, was dat de deur? Nou, Emma, we zijn bij het politiebureau, weet je het zeker? Mm hm, ja, we gaan Molly in de pan hakken. <laughs> Oké, okay, Emma, uh, ladies first. <laughs> Pff, bangerik. Niets. Eh, uh, hallo. Wij zijn Emma en Julian. Uh, we willen helpen bij een opsporing. Ja, die vrouw van de tv, die kennen wij. Oh, goedemiddag, kinderen. Uh, als jullie bij een opsporing willen helpen, dan kunnen jullie best naar boven, naar mijn collega. Eh... Uh, we hebben wat informatie wat echt zal helpen. Ah, dat is mooi. Begrepen, zoals gezegd, ga maar naar de eerste verdieping. Mijn collega noteert dan de informatie. Eh, uh, hallo, we, we hebben niets uitgehaald of zo. We willen de politie helpen. Eh, huh, wat? Wacht, jullie willen ons helpen? Hoe gaan jullie dat doen? Nou, papa was het nieuws aan het kijken, dat is altijd erg saai. Maar oké, okay, dat is niet het punt, dat, dat helpt u niet. Die, die vrouw daar, dat is een monster, een geest. Dat is Molly, wij kennen haar. Ja, ze was bij ons thuis. Eh, uh, sorry, wat? Nieuws, een geest, een monster? Gaat het wel met jullie? Mm, met ons uitstekend. De vrouw van die opsporingsfoto op televisie, die was ook bij ons. We weten alles over haar. Ja, ja. En ze was echt bij ons, zelfs in de ijskast. Echt waar. <laughs> Kinderen, zo, zoiets heb ik nog niet gehoord. Oh mannen, mannen wat een sprookjes allemaal. We spreken de waarheid. Dat is Molly. Ze is een geest en ze breekt in om kinderen te laten schrikken. Precies zoals ze zeiden op het nieuws. Mm hm. En wij weten waar ze woont. We kunnen u erin brengen als u wil. <laughs> ja, ja. Ah ja. Uh, echt waar? Ze woont zelfs hier? Oké. Okay. Uh, wat is haar adres? De Geeststraat? <coughs> nou ja, oké. Okay. Laat ik weer serieus doen. Kinderen, jullie kunnen ons wellicht echt helpen. Weten jullie waar deze verklede vrouw zich bevindt? Ja, we weten echt waar Molly woont. Dat was geen grap. Trouwens, ze is niet bang voor pistolen en zo. Enkel de anti-monsterspray heeft effect. Dat is echt het enige middel waarmee je haar kunt bestrijden. We tonen u waar ze woont. Dat is een heel vreemd huis.